Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb al best wel heel erg lang zin in deze dag, want vandaag heb ik echt iets heel leuks om te doen, want ik ga dus vanavond naar het concert van Cheb Khaled. Het concert is in het concertgebouw en ik heb er echt zoveel zin in, abnormaal. En daarvoor heb ik en Nesim dus gewoon een meet and greet met hem en daar heb ik ook echt onwijs veel zin in. En eerlijk is eerlijk, wij zijn allemaal een beetje opgegroeid met zijn muziek. Dus wij hebben er ook echt gewoon een bepaald gevoel bij, toch? Ik hou er gewoon echt heel erg van. Ja, en ik kijk er echt naar uit. Vandaag ben ik trouwens ook begonnen met mijn sappenkuur. Moment, ik ga even mijn sapjes erbij pakken. Kijk, ik ben dus vandaag begonnen aan een sappenkuur van Juice Express. Ik krijg hier trouwens niet voor betaald of whatever. En je hebt de drie kleuren van groen, oranje en rood. En groen vind ik echt het lekkerste. En ik moet nu elke dag, dus mijn dag, starten met deze gembershot. En deze vind ik echt zo gruwelijk lekker. Hier was ik al aan verslaafd. Ik doe het echt puur, zeg maar, voor mijn weerstand. Want zoals jullie weten ben ik de laatste tijd echt zo vaak ziek geweest. En het gaat mij erbij helpen, want ik ga al mijn vitamines op deze manier binnenkrijgen. Je krijgt er meer energie door. En ja, het reinigt je lichaam gewoon. Het is eigenlijk gewoon precies wat ik nodig heb. Dus ik ga nu starten met deze gembershot. Zo, ik kom net uit de douche en ik ben bezig met mijn make-up. Ik ga vandaag dus voor een heel ander look dan dat jullie van mij gewend zijn. Ja, ik ben heel erg benieuwd of het mij wel gaat staan. Ik heb gisteren dus weer nieuwe make-up binnengekregen. En ik heb gewoon kleuren en producten besteld die ik normaal nooit zou gebruiken. Maar dat ga ik dus voor deze gelegenheid wel een keer doen. En ik ben echt zo benieuwd hoe het mij gaat staan. Ik ga nu wel even een paar YouTube video's kijken om te kijken hoe ik het precies kan doen. En dan zie ik jullie eigenlijk gewoon straks. Ik ben echt benieuwd. Ik ben trouwens vergeten om te vertellen dat mijn kat Dina nu ontzettend krols is. Hi baby! Hi! Hi, wat is er met jou? En ik heb de dierenarts opgebeld, maar die heeft pas over 2 weken plek om haar te steriliseren. Dat is echt heel zielig. Dina krijgt deze dagen extra liefde voor ons. Van ons. ja, ze is echt ontzettend krols. Echt. Best wel irritant, maar aan de ene kant vind ik het ook heel erg zielig. Ik heb mijn make-up gedaan en mijn haar gedaan. En nu komt dus de stap waar ik het over had. Dat ga je nooit van mij verwachten, want dat doe ik echt nooit meer op. Maar ik ga vandaag rode lipstick ook doen. Dat is echt totaal gewoon niet wie ik ben. Maar dat ga ik gewoon voor een keer doen, want ik heb er gewoon zin in. En ik vind dat nu gewoon het moment ook voor is. Gewoon voor een concert of zo vind ik het eigenlijk extra leuk. Ik heb namelijk een pakketje gekregen weer van Kylie Cosmetics. En daaronder deze rode liquid setje. Verpakking lijkt iets donkerder dan het is. Maar het is zeg maar echt rood. Er zijn verschillende rode tinten. Maar ik vond deze denk ik toch het mooiste bij mij. Dus die ga ik nu opdoen. Ik ben echt zo benieuwd, jongens. Ik denk dat ik echt geen grap 5 jaar of zo geen rode lipstick op heb gehad. Oh mijn god, ik vind het echt zo heftig. Oh mijn god. Dat is zo heftig. Oh mijn god, dat is zo heftig. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Oké, ik weet echt niet of ik dit mooi vind en of ik het wel erop hou. Het is zo raar. Wat ik de rode lipstick best wel heftig vind, ga ik gewoon echt heel veel blush op doen. Anders zie ik er zo peel uit gewoon. Ik heb me inmiddels omgekleed en ik ben gewoon all black. Gewoon blazertje en een jurk. Ik ben erachter gekomen dat het in dezelfde zaal wordt gegeven als die van Kadem en Sahara. En ik weet dat Kadem altijd in de beste zalen gewoon concerten geeft. Dus ik ben gewoon lekker netjes gekleed. Ik ga nu mijn oorbellen indoen. Die ik van Calvin Klein heb besteld laatst. Ik ga nu even mijn nieuwe parfum opdoen. En het is echt zo'n heerlijke parfum. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik krijg hier zoveel complimenten over. Ik denk dat parfums ook echt gewoon per persoon gewoon heel anders ruiken gewoon. En ik denk dat deze parfum bij mij gewoon echt gewoon super ruikt. Dus die hou ik gewoon aan. Wat een lege kuis. Ik ben echt zo verslaafd aan deze gember shots. Dit is mijn tweede vandaag.
En ik denk dat het me echt gaat helpen bij mijn weerstand. Let's go. Ah. Oh, zo heftig. Hij zit inmiddels in de auto. En ik herken mezelf gewoon echt niet met deze lippenstift. En ik ga even mijn smoothie drinken. En ik ga nu even de groene drinken. Vond je deze lekker, Nes, de groene? Ja. We zijn inmiddels aangekomen. We zijn echt ruim op tijd. Daar ben ik echt blij mee. En we hebben zo met een half uur, wou ik zeggen, maar volgens mij... Nee, met 20 minuten hebben we dus zo een meet and greet. Ik wou zeggen, is vandaag heeft Nessim al opnames gehad en hij is eigenlijk in Amsterdam al geweest. Hij is weer helemaal teruggereden om mij weer op te halen. En om te douchen. En nu gaan we weer eigenlijk, ja, zijn we eigenlijk weer samen naar Amsterdam gegaan. Zij doet eigenlijk echt voor mij, hè. Leuk, hè? Stel, ik hoop dat het leuk is. Ja, ik ook. We gaan eens drinken. Ik moet echt plassen van al die sapjes die ik vandaag heb gedronken. Guys, dit is het concertgebouw. Ik ben hier echt nog nooit geweest, maar het is echt een mooi gebouw. Zij vroeg dat het niet hier is en jij zei dat het hier was. We hebben inmiddels een kaartje en wij moeten even om het gebouw heen lopen. Voor de meet and greet. Dus voor de artiesten ingang. Ze voelt zich een beetje ongemakkelijk. Mooi hoor. Dus we zijn hier en wij dachten dus dat het een soort van meet and greet was, maar het is echt een persconferentie. Dus omdat je vragen hadden, maar ik heb nog geen vragen. Witte, ga jij met de vragen komen? In het Engels. Ik heb één vraag in mijn hoofd. Ja? What can we expect of the show? Dat is een goede vraag, toch? Ja, toch? Waarom komen we altijd dit soort vragen? Waarom komen we altijd in dit soort situaties? Do you like stroopwafels? Nee, dat is al op. Hallo. Mag ik over in Amsterdam of concertgebouw? Mag ik dat? Ik had een vraagje. Ik ben nog nooit naar een concert geweest van Shepha. Dus wat kan ik verwachten en waarom is er gekozen voor het concertgebouw en bijvoorbeeld niet een Ziggo Dome of waar mensen kunnen dansen en gek kunnen doen, zeg maar? Lekker? We gaan even vooraf wat drinken en dus ik ga nog even een brownie. Zo, dit ziet er lekker uit, joh. Lekker, man. Echt? Zeker gevoel met chocola, hè? Oh. Dat is Mirjam live in het... Oh, wauw. Oh mijn god. Het is echt mooi, man. Thank you.
vertrokken om de drukte een beetje te vermijden. Anders werd het echt een boel. Maar het was echt... Ik vond het echt heel erg leuk. Alleen wij kenden niet alle liedjes toch? Wij kenden alleen een beetje de klassiekers. Dus als die er eentje deed die wij echt kenden, dan gingen wij helemaal los. Luister dan, het eerste uur heb ik niks begrepen. Toen kwam, ja, die liedjes toen kennen kwam wij dingen. Didi. Maar toen kwam Ali B gelijk met Didi. En daarna ging helemaal stuk om Ali B. Hij was zo enthousiast en volgens mij had hij ook eentje zijn tekst vergeten. Ik weet niet wat hij deed, man, maar ik ging wel stuk. Dat was wel grappig. En opeens ging hij World Child Rap. Ik zie ik ben Mera en laat ze graag die mixed grill eten en ik ga hier salade met kip eten. Met een toasties daar ook wel zin in. Thanks bro, bro. Thank you. Oké, dus ik ging tijdens het concert allemaal filmpjes maken. Ja, allemaal filmpjes maken en ik ging heel hard mee zingen en toen gingen ze het dan allemaal bekijken. Ik zat echt kapot. Nee, ik zong zo verkeerd weer, dat was niet normaal. I sit here, vakantie. Oh, ik heb ze snel verwijderd, ik heb het niemand even gehoord. Oh, wat erg, jongen. Oké, guys, ik ben dus thuis. Ik ga gelijk douchen. En daarna mijn bed in, eigenlijk. Dat was het alweer. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Ik ga dit snel eraf halen. Ugh.